sådan er teknikken. Brunoise zijn fijn gesneden blokjes van maximaal 5 mm. Snij altijd op een veilige manier. Prei. Snijd de prei over de lengte door midden. Snijd de prei in stukken van 5 cm. Gebruik je demi-chef om de lengte te bepalen. Snijd deze stukken in reepjes van 5 mm. Snijd daarna de reepjes in dobbelsteentjes van dezelfde breedte. Selder. Schil de selder zodat de draden verwijderd zijn. Snijd de selder in stukken van 5 cm. Gebruik je demi-chef om de lengte te bepalen. Duw met de zijkant van je mes zachtjes op de selderstengel, zodat deze lichtjes breekt en platter wordt. Snijd daarna reepjes van maximaal 5 mm breed. Snijd de reepjes in dobbelsteentjes van dezelfde breedte of dikte. Wortel. Snijd de wortel in stukken van 5 cm. Gebruik je demi-chef om de lengte te bepalen. Snijd de wortel eerst bij. Dit noemen we pareren. De resten hiervan noemen we parures. Bewaar de parures voor later gebruik. Snij van de wortel rechte plakjes van maximaal 5 mm dikte. Snij daarna de plakjes in reepjes, julienne, van gelijke dikte. Snij de reepjes in dobbelsteentjes van dezelfde dikte.